Monteurs kom je tegen in verschillende vakgebieden. Zonweringen monteren bij de mensen thuis is een veelzijdig beroep waar heel wat bij komt kijken. Romazo Professionals, leverancier van zonwering, vertelt ons meer over dit veelomvattende beroep. De belangrijkste eigenschappen van een zonweringmonteur is dat hij wil werken, maar ook dat hij flexibel is. Want tijdens het werk komt hij wel dingen tegen die niet van tevoren zo gepland zijn, moet hij zelfstandig oplossen. Maar wat ik persoonlijk de allerbelangrijkste eigenschap van een zonweringmonteur vind, is dat hij goed omgaat met de klant. Belangrijkste eigenschap van een monteur is dat hij of zij met hun handen willen werken. Graag buiten zijn, want het product zit toch altijd buiten, veelal gemonteerd. Oplossingsgericht, representatief en allerbelangrijkste nog steeds is natuurlijk met je handen willen werken. En als je dit al kan, dit graag doet met je handen, zorgen wij wel weer voor de opleiding. Ik ben monteur geworden omdat ik vind het buitenwerken leuk. Nou ja, de ene keer sta je op 2 hoog, de andere keer op 9 hoog. De ene keer sta je met een ladder, de andere keer met een hoogwerker. Ja, en aan het einde van de dag is de klant blij. Ja, dat geeft mij wel voldoening. De dag van een monteur ziet er als volgt uit. De dag van tevoren pak je alles in voor de volgende dag. Komt 's ochtends daarna, kom je op de zaak, zetten we alle bussen buiten, drinken we nog een bak koffie en dan gaan we eigenlijk op pad. Vandaag hebben we zonwering geplaatst en daarbij moesten we ook de valbeveiliging terugplaatsen met een hoogwerker. Dus je doet je harnas aan en alles voor de veiligheid. En dan hebben we weer op een veilige manier de klus geklaard. Een zonweermonteur werkt vaak op hoogte en daarom is veiligheid belangrijk. Dus dat moet al gewaarborgd worden en dat leren ze. Ten tweede, productkennis. Want je moet in een heleboel verschillende oppervlakten boren. En je hebt ook verschillende manieren om het te bevestigen. Het belang is dat ze een hele brede opleiding krijgen en ook zich blijven ontwikkelen. Dus daarom is onderwijs erg belangrijk. Het leukste aan mijn werk vind ik het buiten zijn. Nou ja, de afwisselendheid. En je kan nog doorgroeien, want ik ben nu monteur in opleiding. En als doel is wel om hoofdmonteur te worden. Om dit doel te bereiken, nou ja, hard werken, goed opletten en blijven leren. Specifiek producten als zonwering, dat leer je nergens. Dus dat moet je echt in de praktijk leren. Als opleiding hebben we opleidingstrajecten. En ook via leveranciers krijgen we opleidingen intern aangeboden. Dus het vak is er altijd te leren, want het gaat ook specifiek om het product. Je kan als startend leerling ga je mee op de bus samen met de hoofdmonteur. Hij leert jou de kneepjes van het vak. Ben je een bepaald traject voorbij, krijg je een eigen bus en ben je zelf hoofdmonteur. En dan krijg jij ineens een leerling met je mee. En hoe is dat?